Ik heb het gevoel dat ding gericht is op mijn knie. Toch? Ik weet het niet. Alleen een knie in beeld. Ik ben wel... Oh shit. Wel hè? Ja. Ja, want ik ben maar was langer dat net dan ook zo? Die nee, nee, nee. Net oh, kijk er hoor. Oh. Was het net ook zo? Jij bent getrouwd en keihard aan het werk aan die carrière. Het schijnt dat een huwelijk veel werk is ook. Dus hoe zorg je dat het ene niet belangrijker wordt dan het andere? Ja, mijn huwelijk is sowieso belangrijker dan mijn werk. Oh ja? Ja, mijn privéleven is sowieso belangrijker dan mijn werk. En vroeger was mijn werk alles. Comedy was alles. Er was niks. Ik kon me niet voorstellen dat er iets belangrijker zou zijn dan comedy. Maar mijn privéleven, mijn vrienden, tijd met mijn moeder, tijd met mijn man, dat is toch wel echt belangrijker geworden. Ja, ik word ook wat ouder, hè? Dus maar los van de leeftijd, er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd. Je hebt ontwikkelingen doorgemaakt, ja. Waardoor je dat ergens dus blijkbaar hebt beseft. Nou, ja, ik heb een burn-out gehad. Jongen? Ja, toen ik 24 was. Wat een ambitieuze burn-out. Vroeg ook. Bizar, hè? Ja. Ja, mijn arts schrok ook. Die had dat nooit meegemaakt, zo'n jong iemand. Maar het gebeurt veel hoor, bij jonge mensen. Mm-hmm. Wat voor soort leven leidde je voorafgaand aan die burn-out? Nou, bang om de boot te missen. Mm-hmm. Heel veel spelen. In de zomer ook gewoon doorgaan. En gewoon geen leven hebben daarnaast. Mm-hmm. Niet rusten. Mm-hmm. En gewoon doorgaan. Hele jaar door. Geen pauzes. En op een gegeven moment lag ik in bed. En mijn lijf had zoiets van, hey, Soendos, ik weet niet wat jij gaat doen. Maar wij gaan hem even een paar maanden hier chillen. En je bekijkt het maar. Dus het was, ik was gewoon op, letterlijk. Maar hoe zag dat moment eruit? Je lag in bed? Ja. En toen? En toen kon ik niks meer. Echt? Ja. Van het een op het andere moment voor je gevoel? Ja. Ja. Ik wat kon eng? Niks meer. Ja, heel eng. Heel eng. En gewoon 3 maanden heb ik in bed gelegen. Wauw. Echt met moeite douchen. Gewoon echt normale dingen met moeite doen. Ja. Niet eten. Ja, was niet goed hoor. En toen had ik wel zoiets van, wauw, dit moet nooit meer gebeuren. Dus ik weet nu wel van, soms bel ik mij in impresariaat en dan zeg ik van, ik wil dat niet doen. Ja, maar het is toch wel goed, want dan kan je misschien volgend seizoen daar spelen of er komen die en die mensen kijken. Ik zeg, ja, maar dat is altijd het verhaal. Ik moet altijd iets doen wat goed is voor mijn carrière. Mm-hmm. En het is goed voor mijn carrière als ik ook rust neem en dat ik niet jullie straks wel om te zeggen, luister, ik blijf even een jaartje thuis zitten. Want ik heb weer een burn-out. Ja. Ja. En in hoeverre draagt je relatie, je huwelijk bij aan die balans bewaken? Heel erg. Ja? Ja, ik heb een hele, hele goede man die altijd achter mij staat. Toen ik mijn man leerde kennen, toen kende niemand mij. Dus het hele proces van opbouwen van mijn carrière en af en toe op tv komen, dat heeft hij allemaal meegemaakt. En hij heeft gewoon chill in de hoek gestaan en gedacht, oké, cool. Ja, en me gesteund, want je wordt er heel onzeker van. Want iedereen heeft een mening over je. Mensen houden je op straat aan van, oh, in het echt ben je veel dunner. Oh, je begint oud te worden, hè? Je moet botox moet je hierin spuiten. Oh, ja, je haar vind ik zo niet mooi. Dus mensen hebben een mening over je en ook inhoudelijk. En dan heb je wel gewoon een stabiele persoon nodig die tegen je zegt, luister, mensen zijn allemaal gek. Nee, je moet gewoon lekker je dingetje doen. Zou het zo goed met jou kunnen gaan zonder die relatie of zonder dat huwelijk? Ik denk het eigenlijk niet. Nee? Het klinkt nu alsof ik geen independent woman ben of zo, maar... Klinkt het helemaal ik niet. Ik denk dat mijn man mij echt heel veel heeft geleerd. Noem eens wat? In mezelf geloven, rustig blijven. Het is maar een baan. Heel leuke baan, maar het is maar een baan. Mm-hmm. En zodra ik me ontspan, komen er leuke dingen op mijn pad. Ja, oké, mooi. En word ik beter. Dus dat is alleen maar goed. Mijn inzicht is ten eerste luisteren naar mijn lichaam. Dus wanneer ik iets niet aan kan, dan kan ik het niet aan. Daar steunt mijn man mij ook heel erg in. En soms voel ik me schuldig, omdat ik bepaalde dingen aanneem. Maar ja... Het is wel mijn brood. Dus ja, ik ben ZZP'er, dus ik moet bepaalde dingen wel gewoon doen. Je bent er soms niet? Ik ben er soms niet. Als je zou willen dat je er wel voor hem kon zijn? Ja. Ja, en het is ook geen ding hoor, thuis.
eigenlijk, als jij een man hebt of een partner hebt, want er zijn ook vrouwen die op vrouwen vallen. Als jij een partner hebt die dat niet begrijpt en daar geen respect voor heeft en dat elke keer, ga je weer? Oh, ben je weer weg? Oh, en elke keer jouw schuldgevoel aanpraat, heb je niet de juiste partner. Dan moet je tegen hem zeggen, diegene. Of tegen haar. Ja, dump hem. Wauw. Ja. Wow. Oké, dokter Phil. Okay. Nee, dumpen. Okay. Zodra jouw partner, maar ook andersom. Ja. Ik moet ook begrijpen, want hij werkt ook, hè? Dus het is niet dat ik alleen, dat hij thuis op me zit te wachten. Als hij tegen me zegt, nee, want qua werk moet ik naar Barcelona, of ik moet dit doen, ik moet dat doen. Het kan niet. Ruimte geven. Dan moet ik hem dat gunnen. Mm-hmm. Je moet elkaar gunnen om dat je ontwikkelt, dat hij zich ook ontwikkelt. Want als hij dat niet doet, en jij wel, dan gaat het scheef groeien. En dan maak je relatie kapot. En je moet tijd voor elkaar vrijmaken, want het is leuk. Het is ook leuk om samen te zijn. Oh ja. Maar staat jouw man of jouw vrouw niet achter jou? Meteen dumpen die handen. I love geen it. Geen seconde ik wachten. Ben een beetje, en ik vind zonde ook van je leven? Je moet ook nu ook gewoon van de computer naar je partner gaan. Nee, niet van de computer af. Even een filmpje afkijken. Ja, filmpje afkijken. Klaar. En dan wanneer je klaar bent, ga je naar je man of naar je vrouw. En dan zeg je later, ouwe, ga niet werken. Oké, okay, maar voordat je van de computer afstuift om je relatie aan diggelen te gooien, is het leuk dat je ook even met ons deelt wat voor jou de grootste uitdaging is in het combineren van je carrière en je liefdesleven of je gezinsleven of je huwelijk, zoals bij Soendos. Deel het! En, Soendos, en ik weet dat dit je prikkelt, oh? We zijn shareable. We zijn shareable. We zijn te delen. Deel ons. We zijn deelbaar. En hoe? Via Facebook, Twitter, social media, filmpje, alles. Alles. Het staat allemaal in beeld. Ja. En anders, waar moeten ze naartoe? Dit hebben we echt geoefend. We gaan heel... TheYGirl.com. TheYGirl.com. Klinkt bijna als TheYGirl.com. Ga naar TheYGirl.com.